Mag het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zich bemoeien met binnenlandse rechtspraak? De vraag is heel erg waarom wij dit Europese Hof voor de Rechten van de Mens hebben. Zijn de grondrechten van de individuele burger van een hogere orde dan democratisch tot stand gekomen wetgeving? Dat het Hof op deze manier kijkt naar de nationale omstandigheden, dat is precies omdat het Hof niet nationale rechter en al helemaal niet nationale wetgever wil spelen. Het Filosofisch Quintet. Maandag bij Human op Nederland 2.